Goedemiddag, het is vandaag donderdag en ik ben al klaar met werk. Ik loop lekker buiten, want het is 17 graden. En ik was helemaal vandaag nog niet buiten geweest. En de zon schijnt nog, dus ik dacht ik ga lekker even buiten een rondje lopen. Want ik ga zeg maar nog eens wel sporten vanavond. Maar ik ga niet hardlopen dit keer, want mijn schenen doen best wel snel pijn. Dus ik wil het niet riskeren. Maar dus ik dacht doe vanavond gewoon vandaag een binnenworkout. Dus dat heb ik op de planning staan. En dus dan skip ik eventjes het cardio gedeelte. Nou ja, in ieder geval het rengedeelte, zou ik zo zeggen. In ieder geval, ik ga niet cardio doen met rennen. Dus dat is een beetje de planning voor vandaag. Ik ga vanavond ook niet uit. Iedereen is op spring break en ik heb er ook niet zoveel zin in. Dus ja, dat. Het is heerlijk weer nog. Ik heb even een lange mouwen shirt aangetrokken met een legging. Oh ja, en ik ga vandaag te vroeg editen. Dus dat ga ik ook doen. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en mijn werkdag zit er al op. Ik heb weekend en ik heb vandaag weer vanuit huis gewerkt zoals altijd. En ik was net even begonnen aan een documentaire kijken en toen dacht ik nee, ik ga even lekker buiten een rondje lopen, want het is gewoon 16 graden, de zon schijnt niet. Maar ik dacht een beetje zonde om de hele dag binnen te zitten, want ik heb alleen nog maar binnen gezeten. Dus ik ga even een rondje lopen, lekker buiten, mijn podcast op en daarna ga ik nog sporten, even een workout doen. En ik heb verder niet echt bijzondere plannen vanavond of dit weekend nog niks staan. Want ik weet niet wat het is, maar ik ben telkens zo ontzettend moe op vrijdag. En het is echt, zeg maar, in het begin viel het echt best wel mee. Het is echt de afgelopen weken, maar misschien komt dat ook wel super druk zijn op werk. Dus ja. En ik vind het niet heel erg om nog een weekend rust te houden. Want dinsdag kom Minken. Zie ik er zo naar uit. En dan gaan we allemaal leuke dingen doen. Dus het is zeg maar niet dat ik denk van oh baan dat ik niks doe. Dus ik denk eventjes lekker uitrusten. En dan uitgerust ben ik. En dan komt Minken. Echt heel veel zin in. En sowieso die laatste week gaan echt ziek snel. Want Minken komt dus dinsdag al. En dan blijft ze bij mij tot en met maandag. Of nou ja, tot maandag, zeg maar, ja, tot mijn maandag in de maandagochtend gaat ze naar New York. En daar blijft ze dan de halve week. En dan is het donderdag weer terug bij mij. En dan is het van donderdag dat hele weekend bij mij. En dan vliegen ze maandag op weer terug. Dus totaal is ze best wel lang hier. En tussendoor gaat ze dus naar New York. Omdat ik toch moet werken. Dus dat was voor haar top. En zij wilde daar nog naartoe. En dan heb ik het weekend daarna heb ik volgens mij nog niks staan. Dus dat hou ik gewoon lekker open en zie ik wel wat er opkomt. En dan heb ik het weekend erna heb ik een hockeytoernooi in Virginia Beach. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dan ben ik ook het hele weekend weg. En het weekend erna is Sienna er al. Nou ja, het weekend erna. Ik kom zondag terug van het hockeytoernooi. Ik weet niet hoe laat, maar in ieder geval zondag kom ik terug. En woensdag is Sienna er al. Dus ik heb er echt super veel zin in. Die laatste week gaan echt voorbij vliegen. En dan vlieg ik niet met Sienna, maar wel tegelijk. Want we hebben andere vlucht. Vliegen we alweer terug naar Nederland. Dus die laatste weken, die laatste paar weken gaan echt heel snel voorbij, denk ik. Ik denk aankomende woensdag is het nog 4 weken tot het CNR komt. Dus ik ga over 5 weken al naar huis. Oh mijn god. Ja, ik heb wel heel veel zin om naar huis te gaan. Maar ook weer niet, zeg maar. Ik denk dat ik thuis ben en dat ik weer terug wil. Maar ik vind het ook wel weer, zeg maar, ik heb zin om iedereen weer te zien. En thuis zijn ook allemaal leuke dingen om mij te wachten. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Dus ja. Goedemiddag, het is vandaag zaterdag en ik loop nu weer naar de Target, weekfixing. Maar ik heb vanochtend een tijd gefeestijd met mensen thuis. Daarna heb ik heerlijk in de zon gezeten, want het is niet heel warm, het is 10 graden. Maar ik zat lekker buiten, redelijk uit de wind. En dan kon ik gewoon zat ik zonder mijn jas heerlijk in de zon, want de zon is best wel fel. Of sterker, ik was 2 weken geleden, toen was het wel iets warmer. Toen kon ik zelfs een t-shirtje buiten zitten. Maar
toen had ik een uurtje in de zon gezeten. En toen was ik zelfs een beetje een soort van verbrand. Want het was niet echt mega rood. Het was gewoon de volgende dag weg. Maar het was wel dat je dacht van oei, ik kan niet wel op tijd, zeg maar net op tijd uit de zon gegaan. Dus ik had nu eventjes een beetje een soort dagcreme met SPF opgedaan. Express. Ik dacht geen zin om weer een soort van te verbranden. Dus volgens mij valt het nu wel mee. Maar heerlijk even in de zon gezeten. En ik moet even nog wat dingetjes halen bij de supermarkt. Dus dat ga ik nu even doen. En verder heb ik niet heel veel plannen. Ja, ik moest even wat dingen regelen voor. Omdat ik natuurlijk bij naar huis ga, moest ik wat dingen gaan regelen voor thuis. Dus dat heb ik vanochtend gedaan via FaceTime. Ik heb. Ik ben een vlog vergeten te editen, dus die is de dag vandaag online nu. Maar dat ga ik dus vandaag doen. En ik heb gisteren ook heerlijk gesport, dus ik heb echt mega spierpijn. En dit omhoog houden ook. Dus eerst even lekker rondje lopen naar de Target. Ik denk ook naar de Lidl, daar kom ik ook voorbij. En dan doe ik even fruit halen. En dan weet ik nog niet of ik nog wat sowieso nog sporten. Dan zit de dag erop. Ik ben net klaar met mijn workout. Oh, ik ben echt kapot. Oeh. Dat ligt beter, want anders kijk. Het ligt er bovenbij. Maar ik ben echt kapot. En ik zweet echt helemaal. En dat doe ik niet snel. Dus. Oeh, ik moet echt even liggen voordat ik terug ga. Ik ben zo kapot. Maar het was wel echt een chill workout. Kijk, de lucht is echt zo mooi. Kijk hoe mooi. Echt een mooie zonsondergang. Nou ja, hoe noem je dit? En ik heb ooit geleerd, het is... Kijk hoor. Dat... Oh, nu is het iets beter. Maar het is wat oranjiger bij mij hier, zeg maar, op het scherm. Maar het is echt heel wat groter. En ik heb iemand gehoord dat als het groot is, zeg maar, bij... Soms ondergang of net daarna. Dat het dan de volgende dag ook mooi weer wordt of zo. Ik weet niet of het klopt hoor. Maar dat zei iemand een keer op een zomerdag. Was het zo'n rode zonsondergang. Zei iemand, oh het wordt morgen weer wat mooi weer. De zon gaat weer schijnen. Want dat zie je aan die rode kleur. Dus, en ik zie het meestal wel als de zon de volgende dag schijnt. Dus ik weet niet of het echt zo is. Maar kijk. Mooi. Goedemiddag, het is vandaag zondag en het is eind van de middag, nou het is rond kwart voor drie volgens mij. En ik heb ook best een positieve dag gehad. Ik heb vanochtend al gesport. Ik heb al brood gebakken, of nou daar ben ik nu mee bezig. Zeg maar, het is nu aan het reizen. Ik heb tijdens sport Formule 1 gekeken. En ik dacht, het is best wel fris. Het is best wel koud, maar de zon schijnt wel vol. En ik had even naar de UV-index gekeken, die is gewoon 5. Die was eerst 6 vanochtend, maar die is nu dus nu al wel gezakt naar 5. Maar alsnog best wel, ik dacht, ik ga even lekker buiten zitten. In de zon, wel mijn jas en trui aan. Want ik heb nu toch niks te doen, zeg maar. Ik moet nu wachten tot het brood is gerezen. Dus dan ga ik even lekker buiten zitten in de zon. Toen ben ik nog even buiten geweest vandaag. Goedemiddag, het is vandaag maandag en ik ben weer thuis aan het werk en het is al 2:50 en Minke appte net, die komt morgen langs, zeg maar die vliegt morgen, maar die appte net dat ze de paspoort kwijt is. Die kan ze dus nergens vinden, ze is al uren aan het zoeken, dus we vrezen een beetje voor het ergste. Ze had al gekeken naar een noodpaspoort, maar dat Amerika is letterlijk het enige land dat geen noodpaspoort accepteert, dus... Ik heb geen idee of ze morgen kan vliegen. Maar in ieder geval, ik heb vandaag... En ik aan het werk dus. En ik heb straks hockey. En hockey is vroeg nu, van 5 tot 7. Dus ik heb afgesproken. Ik ben vanochtend gewoon wat eerder begonnen met werken. En dan stop ik ook wat eerder, zodat ik naar hockey kan. Ik ben nu onderweg naar hockey. Ik loop nu naar de meter toe. En nog een kleine update over Minke en haar paspoort. Hij is nog steeds niet gevonden. Het is nu avond daar. Dus zegt, ik ga de hele avond doorzoeken. Dus ze heeft wel nog eventjes. Maar ja, als ze hem niet vindt, dan houdt het allemaal op. Want ja, ze heeft ook geen tijd. Noodpaspoort kan niet naar Amerika. En spoedaanvraag is niet op tijd klaar. Dus dat is een beetje balen. Volgens mij kan ze ook niet de vlucht verzetten. Dus...
Ik ben bijna op campus, maar Minke wel met het paspoort gevonden. Hij lag op een plek op de zusje de kamer, dus waarschijnlijk heeft de schoonmaakster of zo hem daar ongeluk opgeremd. Dus ik zie er morgen, dus een belde net. Dus ik zei al tegen hem, oh mijn god, tot morgen, want ze is niet snel de koffer inpakken. En ze vliegt morgenochtend. Ik denk als ik wel hoor dat zij al aan het vliegen is, denk ik. En ze landt om 3:30. Heel veel zin in, maar dan moet ze nog de customs en zo. Dus ik denk dat ik even kijken hoe het met werk zit. En anders reis ik door naar het vliegveld uit werk. En anders meet ik haar bij het metrostation. Ik heb er heel veel zin in. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik ben al bij het kantoor. En ik werk de hele dag op kantoor. En na werk zie ik Minke. Ik weet niet waar ik het of we moeten even kijken. Hoe en waar we afspreken. Of ik haar bij naar vliegveld ga en haar daar niet. Of meer bij mijn appartement, zeg maar, in de buurt. Ik moet even kijken. Maar dan ben ik met Minke. Ze zit nu in het vliegtuig. En dan moest ze één keer overstappen. En dan is ze bij mij. Super veel zin. En ik dacht gisteren echt even van, nou, het gaat niet allemaal niet door toen ze de paspoort niet kon vinden. Maar ze heeft het gevonden. Ze zit in het vliegtuig en ze is er over een paar uur. Woensdag, en kijk eens wie er is. Minke! Weer de oude vertrouwde intro. Ja, echt leuk. Ja. Gisteren was ze om 3:30 was je geland, denk ik. Ik was geland om 3:30. Ja. Dus een hele snelle vlucht. 3:30 was ik geland. Ja. En ik hoefde niks te laten zien, ik kon zo naar buiten. Dus ja, je hebt je overstap natuurlijk al in de waarom? Dus gisteren was ik ook op tijd weggegaan van werk en toen hebben we lekker rondgelopen buiten. Eerst hebben we hier naartoe gegaan, even alles laten zien. En toen lekker buiten rondgelopen, boodschapjes gedaan, gegeten en toen naar bed gegaan. Ja. En heerlijk geslapen. En vandaag een nieuwe dag. Ja, ik ga naar kantoor en Minke gaat de stad in. Ja. Museum doen. Ja. Dus, en dan zien we elkaar vanmiddag voor drankjes. Echt leuk. Ja, echt zin in. Het is al het eind van de dag en we zijn weer herenigd. Heb je een leuke dag gehad? Ik heb een hele leuke dag gehad, maar ik ben echt kapot. Want ik heb bijna 20.000 stappen gezet. En toen op een gegeven moment aan het eind van de dag wilde ik heel graag wel naar een museum. En ik heb daar 1.5 uur gelopen, 20 minuten misschien. En toen dacht ik, nee, ik trek het gewoon niet meer. En toen ben ik naar buiten gegaan, want het was echt fucking lekker weer vandaag. Ja. Toen ben ik naar buiten gegaan, heb ik gewoon 1.5 uur gewoon buiten op een bankje gechilled in de zon. En dat was eigenlijk veel beter dan in een museum. Ja, ja, even voor jullie referentie, maar Minke en ik hebben dus vanochtend, zij is meegaan met mij naar werk. En om 9 uur ging ik naar binnen en ging zij op pad. En om 4 uur hadden we afgesproken, dus dat is gewoon 7 uur later. 7 uur lang heeft ze rondgelopen ja, en zichzelf vermaakt, zeg maar. Ja. Dus daarom heeft ze ook zoveel gelopen. Ja. Maar ja, mijn dag was niet heel bijzonder. Ik heb gewoon lekker gewerkt. Ik heb echt heel chill. Ik had ik zat de hele ochtend alleen, want mijn supervisor die had een panel waar ze moest spreken. Ze was een van de hoe noem je dat? Panelist. Ik weet niet wat een panel is, dus. Ja, zo'n, dat is dat je een discussie hebt, hoe noem je dat? Discussie? Nee, maar gewoon dan een georganiseerde, dat je dus Een debat bedoel. Soort debat, precies. En daar was zij als op uitnodiging om te spreken, op als, zeg maar, als nieuwe merken represent. Dus ik zat de hele ochtend alleen en toen heb ik lekker klassieke muziek opgezet en mijn werk gedaan. Want ik kreeg maar niet die focus. En ik weet als ik klassieke muziek opzet, dat ik echt perfect in de focus kom. Dus ik heb echt ziek zo gedaan. Ja, ik heb echt, zij kwam terug en ik zeg, ik heb alles, zeg maar, ik heb gedaan wat ik wilde doen. Het is me gelukt. Dus ja, nee, dus dat is chill. Ja. Maar we zitten even lekker met ijskoffie. En we gaan straks oatmilk. Boodschappen doen, dan gaan we lekker koken en dan gaan we even een rustige avond doen. Ja, nou, ik ga nog even sporten. Heb je al gezegd dat we morgen gaan doen? Morgen gaan we daar. Peaches! Echt zoveel zin in. We gaan morgen ook nog naar campus toe. Ja. En dan gaan we even rondlopen. Probeer rond 4:30 op campus te zijn. Ja, en dan gaan we eten in de Globe.
Dus gaan we jullie ook meenemen om weer goed altijd lekker een loopdieltje pakken. Ja, heerlijk. Ik hoop wel dat ze een beetje normale dingen hebben morgen. Ik ook. En dan gewoon naar de PJ's. Je moet wel even... Ja. Kim gaat morgen ook even veel vloggen in de PJ. Maar dan moet je wel op ons houden. Ja, komt goed. Goed zo. Ja. We wilden eigenlijk een cocktail gaan drinken nu, maar het is ijskoffie geworden. Morgen gaan we weer drinken. Morgen drinken. Even onszelf besparen doen. Ja. Nee, want hier heb je dus geen terrasjes waar je lekker buiten kan zitten. Dus we dachten, we gaan even een koffietje en gaan lekker in een park zitten. Bij het Witte Huis. Want kijk. Zie je dat? Wacht even, goed kijken. Ja, hier. Het Witte Huis. Even bij Biden op bezoek. Ja. Is dit nou de voorkant of de achterkant? Volgens mij gaat hij hier naar binnen, maar is het officieel de achterkant. Maar het staat wel dichter bij het hek. Ik weet het niet. Volgens mij is het officieel de achterkant. Maar gaat hij hier wel binnen? Come with me to the White House. Oh. Nou, dit is het Witte Huis. Oh, zoals ik al zei, is iedereen wordt weggestuurd. Oh, ik denk dat er iemand aankomt. Misschien komt Biden wel. Nee, oprecht. Avenue is closed. Ik denk het wel. Kijk, ze sturen iedereen weg. En kijk, daar hebben ze ook een opening gemaakt. Dus ik denk dat Biden zo komt. Ja, leuk, leuk. Onze reporter in action. Voor de vlog. Hey, oprecht, kijk dan, want ze sturen letterlijk iedereen weg. Ja. Wat zagen we net op het dak? Een S-M-I-P-E-R. We durven dat woord niet te zeggen, maar er staan allemaal mannetjes op het dak, kijk. Yes, ze staan er echt allemaal klaar. Ik ben de vlog aan het editen en we hebben Biden niet meer voorbij zien komen. We zijn weggegaan, dus ik heb geen idee wat er nou aan de hand was. Na 10 minuten dachten we van nou, we kunnen hier nog uren blijven staan, maar geen idee wat er gaat gebeuren. Dus we zijn naar huis gegaan. En ik ben ook vergeten de vlog af te sluiten, dus allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van deze week. En tot volgende week. Doei!